Rina, die hoofdoel van enige weermacht van een land, ook van ons nieuwe land, in ons geval nog belangrijker, die hoofdoel van een land se weermacht is om zijn grenzen te beschermen. Ik hoop dit alleen antwoord je vraag, maar ik zal zelfs verder gaan om vir jou te sê. Behalve dat ons moet zeker maken, zoals Israël, dat onze baie sterk weermacht zal hebben. Het goeders baie verander in die wereld technologie, maar ook elektronische observatie. Met andere woorden, waar jy kan en wil, bou jy mure. Waar jy drade wil span, span jy drade met niemands land en elektronische surveillance, wat is die woord wat ek soek, observasie methodes. So dit is nie eers, daar is die minste bekommernis wat jy nou van praat, hoor.